Greenpeace mag geen nucleaire transporten van de kerncentrale Dodewaard naar het Engelse Sellafield tegenhouden. De rechtbank in Amsterdam heeft dat besloten. In Sellafield wordt het nucleair afval uit Nederland verwerkt. De transporten zijn volgens de rechter legaal. Er zou democratisch over beslist zijn. Greenpeace probeert met haar acties juist die besluitvorming te veranderen. En dat gebeurt op dit moment ook, want de Tweede Kamer discussieert op dit moment over de vraag of opwerken en transporten van splijtstof nog wel door mogen gaan. Op 22 januari neemt de Kamer daarover een beslissing. En tot die tijd wilde Greenpeace dat Dodewaard in ieder geval het fatsoen kon opbrengen om te wachten met transporten van gevaarlijk materiaal. Greenpeace geeft zich dan ook nog niet gewonnen. Het volgende transport staat gepland voor ergens begin december. Greenpeace zal dat zeker niet zomaar over haar kant laten gaan. Greenpeace krijgt het druk, want er staan nog 18 transporten op het programma. In de Duitse regeringsstad Bonn zijn 40.000 studenten de straat op gegaan. Ze demonstreren tegen de slechte omstandigheden op de universiteiten en de bezuinigingen op het onderwijs. De zogenoemde Mars op Bonn vormde het voorlopige hoogtepunt van de studentenprotesten van de afgelopen weken. Het Duitse parlement heeft onder invloed van de demonstraties het besluit om 20 miljoen mark te bezuinigen teruggedraaid. Oorlogszuchtig en arrogant, zo denkt de Nederlandse jeugd over de Duitsers. Onze oostenburen zijn het minst populair van alle lidstaten van de Europese Unie. Dat komt naar voren uit het onderzoek Burenverdriet van het instituut Klingendaal. Het wordt bevestigd in kinderboeken die over de oorlog gaan. De vele films over de Tweede Wereldoorlog. Het wordt bevestigd door ouderen die hele negatieve Duitsland-moppen vertellen. Continu is er een soort anti-Duitsland-communicatie in Nederland aanwezig. De Nederlandse jongeren moeten ook weinig hebben van Frankrijk. Dat land heeft volgens hen te veel kritiek op het Nederlandse drugsbeleid. Archeologen hebben in Hardingsveld-Giessendam het oudste skelet van Nederland opgegraven. Het gaat om een vrouw die daar ongeveer 7000 jaar geleden is begraven. Archeologen deden hier eerder al vondsten die wijzen op het bestaan van een jagend volk. In dat licht is de vondst van de vrouw dan ook bijzonder. Het zou eventueel kunnen betekenen dat de mensen hier wat langer hebben gewoond en dat het niet zomaar een plaats is geweest die voor 1 of 2 dagen bewoond is geweest, maar misschien voor langere tijd. De ontdekking is gedaan op een plek waarover enkele jaren de Betuwelijn wordt aangelegd. Tot die tijd mogen archeologen hier onderzoek doen.